4 minuten over 9, daar zit Nicky Verhagen. Daar zit Ivo van Breukelen. Welkom bij de avondblog en op dit moment bij ons in de studio de mannen van Destin. Yeah. Yeah, zeker. Hey. Heren, goede avond. Een hele goede avond. Zo, hoe is het? Goed. Ja? Ja. Hartstikke mooi. Voor het eerst trouwens in de Slam FM studio. Ja, absoluut. Wat vinden jullie ervan? Hij is 3 weken oud. Ik vind het goed, fantastisch. Ja, flink wat roze. We vallen op jonge studio's, dus... Jullie vallen op jonge studio's. Kijk eens aan. Hey, even voorstellen. Nou ja, ik zou zeggen, stel jullie zelf even voor. Nou, we zijn Destin. We spelen muziek die wij heel leuk vinden, namelijk rock. En ja, ik doe het even helemaal voor de beginners, hè. Nee, maar... neem ons mee. We zijn bij elkaar in 2006 en we hebben net een nieuwe single uitgebracht, die heet Stay. En, nou, daarom juist, ook voor de beginners. Ik wilde even gewoon namen horen en zo. Oh, namen? Ja. Ik ben Robin, ik zing en speel gitaar. Ik ben Hubrecht en ik speel gitaar. Laurens, toetsen. Tom, basgitaar. En Robin, sowieso de coolste, want ik drum. Nou, de drummer is wel vaak de coolste, dat is wel waar. Vaak wel, maar er zijn ook uitzonderingen. Is dat ook degene die de meeste vrouwen krijgt, de drummer? Hij heeft één hele leuke, dus okay. Dat is meer dan genoeg. Ik krijg ze wel het langst. Nee, dat telt ook. Heel goed. Hey, jullie bestaan nu, nou, je zei het net zelf al, sinds 2006. Jullie komen allemaal uit verschillende delen van Nederland, behalve 2 van jullie geloof ik. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Ja, we speelden altijd al in punkrock bandjes. We maakten eigenlijk afzonderlijk van elkaar maakten we ongeveer dezelfde muziek in onze eerste bandjes op de middelbare school. In de stijl van Green Day en Blink-182, No Facts, dat soort muziek. En door de tijd heen leer je steeds meer mensen kennen in die scene dan. Dus het is eigenlijk een piepkleine scene. Oh, ons kent ons. Ja, eigenlijk wel. En op een gegeven moment dachten we van, oké, we gaan er nu echt voor. We gaan nu echt 5 mensen bij elkaar zoeken die er echt keihard voor willen gaan en willen stoppen met werk en school. En dat hebben we gedaan. En meteen alle pijlen erop gericht en keihard eraan gewerkt. En vanaf daar is het best wel snel gegaan. Ja, best wel. Want ja, je niet klaar. Nou, dat dacht ik. Want jullie hebben opgetreden in het buitenland, weet je, voor bands als McFly, nou noem er nog eens wat. We hebben getoerd met All Time Low. We zijn net terug uit Newfound Glory zie ik hier ook staan, een Fall Out Boy. Dat zijn niet de minste namen. Nee. En we zijn net terug uit Azië, een tour in China, Hongkong en Japan. Was ook echt absurd om te doen. Was echt een van de vetste ervaringen die ik ooit heb gehad, sowieso. Maar dat vraag ik me, want jullie zijn nu dan, nou, pak een beetje 4-5 jaar bij elkaar. Hoe kan dat in zo'n rap tempo gewoon zo huge worden? Nou ja, het komt eigenlijk ook heel erg neer op de juiste contacten maken. En meestal is dat een kwestie van geluk. Maar je kan het geluk ook wel een beetje een zetje geven soms. Als je gewoon kapt met werk en school, dan wordt de band je baan. Mm-hmm. En dan heb je opeens superveel tijd om gewoon mensen te gaan spammen en superveel te gaan netwerken. En 1 op de 100 is super enthousiast en de andere vindt het super irritant. En, ja, maar als je voldoende spamt, dan ja, precies. Nee, dat valt wel mee, maar netwerken is gewoon heel belangrijk. En we kregen een aanbieding van een label in Japan. Die zei van, ja, dan willen we ook dat jullie hier komen toeren. Dus, en dan zeg je geen nee natuurlijk. Nee, precies. Nee, dat dacht ik. Hey, en hoe ziet die gemiddelde werkdag voor jullie eruit? Nou, eerst uitslapen. Lekker. Ja. Daar ben ik ook fan van, ja. En dan even ontbijten. Dan zwengelen we meestal de computers aan. En dan gaan we of liedjes schrijven of management taken doen. En dan is het meestal een minuutje of 10. Dan zijn we wel klaar ermee. En dan is het een beetje drinken. We wonen eigenlijk allemaal in een straal van 1 kilometer ongeveer bij elkaar vandaan. Dus dan gaan we met alle vrienden weer lekker op pad. Drankjes doen. Dus en jullie zien elkaar ook echt best wel vaak ook. Ja. Hebben jullie dan vaak ruzie en zo? Of van die onderlinge, van die irritaties dat je denkt, godverdomme. Ja, dat is wat je vaak noemt. Ja, ik vind denk het altijd leuk. 2 keer in 5 jaar of zo? 2 keer in 5 jaar, dat is niet vaak. Maar dat was echt ruzie, of? Nou, nee, ja, weet je wat het is? We toeren met z'n allen, je woont bij elkaar, je bent altijd met elkaar in contact en dan heb je natuurlijk altijd wel eens wat, onderlinge irritaties. Ja, precies, maar we spreken het altijd meteen uit en dat werkt ook goed. Wie slaat er het hardst? Eigenlijk heel saai. Ja, ik heb jou laatste keer echt op je mel geslagen. Ja, je hebt mij laatste keer een goede opmerking. Was in Hongkong was dat. Oh, waarom? Ja. Oh, ja, precies. Nou, nee. Ik weet eigenlijk niet meer waarom. Ik weet het eigenlijk ook niet meer, maar dat werd mij later verteld. Jij bent echt een beeld op een gegeven moment.
Je werd echt wild. Ik was ook wel heel vervelend. Ik was het helemaal vergeten, maar inderdaad. Ja. Maar hij stond naakt op de straat, stond hij het verkeer te regelen. Dat moest je niet doen in Hongkong. Hongkong. Nee, ja, dat wisten wij niet natuurlijk. Ik vond het allemaal perfect. Ik doe het thuis ook altijd. Ja, precies. De naakte verkeersregelaar. Maar okay. Ja, goed, enfin, ik weet eigenlijk ook niks meer van hoor, maar... Dat is duidelijk. Oké, okay, we gaan zo verder praten en jullie gaan zo ook spelen. Jullie nieuwe single Stay wordt de eerste keer dat jullie die akoestisch gaan doen hier. Ja. Gaat dat goed komen? Nou, dat gaan we zo meteen horen. Nee, stiekem weet ik dat. Ik heb de soundcheck net gehoord. Dat gaat goed komen. Just a little op Slam FM. Het is 17 minuten over 9. En ze zijn er klaar voor om live te spelen. De mannen van Destin. Nu, live in de studio bij de Avondploeg. Is coming to lead you in, to take your past regrets away. I can turn the dark to light and you can see we're losing this fight. Go up and bring the net to life. It's time for me, I ask you politely, stay. Akoestisch. Jongens, ronde 2 zometeen. Yes. Helemaal goud. Stars komt eraan. Nu, live in de studio bij de Avondploeg. Turn the tide. If only I knew of a way to leave it.
Bij de mic, Robin Drummer. Hallo. Zo, jij had een rustig avondje vanavond, hè? Ik heb een heel rustig avondje, ja hoor. Er hoeft er weinig te gebeuren. Hij is nu inmiddels omgedoopt tot fotograaf van de groep voor vanavond, begreep ik. Hij heeft het beste gespeeld vanavond. Ja, geen fout gehoord. Nee. Hey guys, waar moeten we in de toekomst bij jullie op letten? Als in, wat gaat er gebeuren in de toekomst? En dan met name de nabije toekomst. Slechte grappen, vooral die. Waar je op moet letten, misschien op dat we in oktober een hele leuke tour in Nederland gaan doen. Oh! Het zijn 9 shows toch? In Nederland. Ja. Op de website staan wel details, Destinymusic.com. Ja. Ticketverkoop is al begonnen, dus het zou leuk zijn om iedereen daar te zien. waar moet je nog meer op letten? Ik? Waar moet jij op mijn figuur? Oh ja, jij wel. Oké, ja, dat was een inkoppertje inderdaad. Ja. Oké, okay, nou weet je wat? Vliegende drumcellen. We gaan het even anders doen, anders vergeet ik nog belangrijke dingen te doen. De 4 vragen die niemand durft te stellen. De 4 vragen die niemand durft te stellen. Iedereen die voor het eerst in de Slam FM studio komt, krijgt ze. Even kijken, jullie zijn met 5, dus dan moet er eentje, moet even... Die kan een vraag overslaan. Nou, dat ben ik dan. Super. Goud. Okay, bij deze. Jullie mogen het zelf zeggen, wie beantwoordt de eerste vraag? Ik denk Tom. Ja, ik heb tot nu toe nog niks gedaan, dus laten we Robin gaan. Robin, heb je wel eens iets gestolen? Ja. Wat heb je gestolen en waarom? Ik een rolletje Mentos. En waarom? Gay. Nou, dat was de eerste niet, of dat is het eerste wat in mijn hoofd binnenkomt. Dat was de eerste van een lange reeks diefstal. Toen was ik 3 en ik had zin in Mentos en mijn moeder wou ze niet voor me kopen. Mijn moeder zei altijd, het begint bij Mentos en het eindigt met de bank. Ja, en het eindigt met... Verder stel ik voornamelijk harten tegenwoordig. Kijk, oké. Okay. Goed, vraag 2, wie gaat hem doen? Tegenwoordig heeft hij 20 dozen Mentos in zijn huiskamer. Dat is waar het eindigt. Just in case. Ja. Vraag 2, heb je wel eens drugs... Ik ga los hoor. Ja, hè? Heb je wel eens drugs gebruikt? Misschien had ik niet beter kunnen. Deze week, bedoel je? Nee, überhaupt. Even nu, serieus antwoord graag. Op dit moment? Nee, gewoon ik heb alleen wat wodka op momenteel, maar voor de rest ben ik vandaag heel braaf. Met jongen. Nee jongens, even serieus. Ik heb ooit wel eens drugs gebruikt. En wat dan? Wat zeg je? En wat dan?
Ja. Ik heb het een en ander uitgeprobeerd. Ja, ik weet niet hoe ver ik in details moet treden. Nou, het gewoon, we willen hoe ver kunnen we gaan? Gewoon dus gericht op jongeren. Ik hoor net dat Slam FM nog een jongere doelgroep heeft dan 538. We praten in dit programma gewoon vrijuit over seks, drugs of wat dan ook. Oké, ik heb wel eens coke gebruikt, ecstasy, weed, alcohol. Spice. Ja, dat hebben we laatst geprobeerd. Ja. Dat was in Tokio, was heel chill. Wat is Spice? Wat is het? Jij zat er geen. Ja, dat was geen. Ja, ik wil geen reclame maken voor drugs, nee, maar dat was een chemische soort marihuana en dat beviel wel heel goed. Een chemische soort marihuana. Maar begin er nooit aan. Don't try this at home. Snuiven, spuiten, hoe deed je het? Ja, dat was in een pijpje. Dat was in een pijpje, oké. Okay. Okay. Ja, is echt een aanrader, maar begin er niet aan. Vraag 2,5, we spelen een beetje vals. We doen gewoon eventjes allemaal, want ik denk dat voor de vrouwen wel interessant is. Wie van jullie heeft een relatie? Ik. Dat is de drummer. Yes. En Hubrecht ook. En de rest niet? De rest is allemaal vrij. Allemaal single? Ja, we hebben hier 3 singles en 1 microfoon, dus we moeten door elkaar heen praten. Dan kunnen we met de singles kunnen we verder. Zijn jullie wel eens vreemd gegaan? Ja. In een relatie? Zeker. Ja. Ja, hoor. Ja. En waarom dan? Eigenlijk in allemaal wel. Dus ex-vriendinnetjes, als jullie luisteren, zet nu de radio aan. Alright. Nee, dat is niet waar hoor. Er zat er vast wel eentje bij die... Waar je dat niet bij hebt gedaan. Ja. Vraag 4, Nicky, is voor jou. Ja, ik deze mag stellen. Dat is dan ook aan degene die een relatie heeft. Hoe vaak masturberen jullie per dag? Vaak. Per dag? Per dag. Nou, is maar goed dat je het niet per maand vraagt. Want zo ver kan ik niet tellen. Je wil nog verbaasd zijn wat voor antwoorden we krijgen. Getallen wil ik horen. Ja, dus kom ik denk dat ik er misschien een stuk of 4 zet. Maar jij hebt toch geen relatie? Nee, dat was voor degene met een relatie. Dat per dag. Ik weet dat je heel trots bent. De avonden dat ik geen seks heb meestal. Oké, dus 1 keer in de 5-6 maanden. Ja. Oei, oei, oei. Ik vind het één keer. Ik vind het. Ja. Stilvallen, man. Ik ook. Ja, wij hebben geen relatie, dus. Nee, het was ook voor een man in een relatie. Maar dus voor allebei. Hoe vaak ik in de relatie toch nog masturbeer? Dat, dat komt echt in 1 keer in. Dan ligt zij er toch gewoon lekker naast. Dat is ook masturberen. Ja, nee, ja. Dat komt echt in 1 keer in de zoveel maanden, denk ik. 1 keer in het lichtjaar. Als op 1 keer in zoveel maanden? Meestal als op tour zijn. Zo weinig? Ja, nou, of hij krijgt gewoon heel veel seks, dus dan is het gewoon hij de lucky bastard hier, hoor. Ja, of je krijgt veel seks? Ik vind mezelf sowieso een gelukkig man. Wat dat betreft. Diplomatiek. Goed antwoord. Goed. Ja. Oké, guys, even Facebook, Twitter, Hypes, wat moeten we checken? Geen vragen meer? Nee, we sluiten meestal af met de 4 vragen. Kunnen we jou geen brutale vraag stellen? Oh, dat mag wel, kom maar op. Hebben jullie wel eens seks gehad? Wij zijn nee. Zou jij dat willen? Of ik seks met Nicky zou willen? Ja, absoluut. Politiek correct antwoord. Nee, dat doe ik niet. Ja, dat zou ik wel willen. Maar eerlijk. Zou jij het ook met wij hem namelijk ook. Oh, shit. Dit wil ik horen. Stel die vraag nog eens. Nu word ik rood. Maar zou jij het ook met hem willen? Ja. Of met hun? Absoluut. Dan gaan wij nu weg met jullie.